vandaag is er een themazitting. Die gaat over het thema afpakken. En afpakken betekent dat het Openbaar Ministerie vindt dat misdaad niet mag lonen. En dat geld dat door criminele activiteiten wordt verkregen, moet worden afgepakt. Nou, speciaal vandaag gaat het dan over afpakken van vervoer contanten. En dat is een project geweest op Eindhoven Airport, waarbij we gecontroleerd hebben op mensen die met grote geldbedragen, waarvoor ze geen verklaring hadden, het land proberen te verlaten. Het kan zijn dat iemand wordt onderkend door een surveillance bij een staande houding. Het kan zijn dat iemand door een douanecontrole wordt onderkend of bij de security check, bij het inchecken naar het vliegtuig toe. Zodra uit feiten en omstandigheden blijkt dat iemand verdacht is voor ons, dan wordt hij aangehouden, wordt voorgeleid bij een hulpofficier van justitie en dan gaat het onderzoek plaatsvinden. En in dat onderzoek is het Openbaar Ministerie, de officier van justitie, uiteindelijk de leider van het onderzoek die in overleg met de verbalisanten gaat bepalen van hoe we verder gaan in het onderzoek. Wat wij dan doen is, wij gaan kijken of het aangetroffen geld daadwerkelijk van eventueel misdrijf afkomstig is. Vandaag staan er 6 verdachten op zitting. En die hadden geldbedragen bij zich variërend van een kleine 10.000 euro tot 78.000 euro. En daar hadden ze geen redelijke verklaring voor. Het kan natuurlijk zijn dat je beschikt over een heel groot geldbedrag. Maar je moet het dan wel aannemelijk maken hoe je daaraan komt. Nou, in dit geval zijn deze mensen gedagvaard op verdenking van witwassen. En die zaken worden vandaag voor de rechter behandeld.